Voor het IBP-normenkader moet je voor 69 normen en 315 toetsingskaders op volwassenheidsniveau 3 zitten. Dit moet aantoonbaar zijn. Zou het dan niet makkelijk zijn als je al die 69 normen en 315 toetsingskaders in één tool aanzichtelijk hebt? In onze normenkadertool zie je in één opzicht hoe je scoort. Zo zie je per thema en ook over de tijd je scoren. Hiernaast kan je in de linkerbalk per norm zien op welke van de 5 volwassenheidsniveaus je zit. Ook kan je verder op de normen ingaan. Als je een norm aanklikt, krijg je meer informatie over de norm, waarom we de norm oppakken en wanneer Kennisnet dit adviseert. Daarnaast kan je door de verschillende niveaus heen bladeren om te kijken wat je moet doen en kan je erop klikken door extra informatie van ons te ontvangen. Hiernaast lichten we de normen verder toe en kan je in onze norm, in onze tool, bijhouden hoe ver je bent en eventueel ook bewijsmateriaal uploaden. Zo heb je in één overzicht alle informatie en bewijsstukken paraat. Hiernaast hebben we onze eigen normenkader chatbot. Daarin kan je vragen stellen, zoals stel een conceptmail in op om het bestuur te informeren. De normenkader chatbot kent het hele normenkader en kan je gericht helpen een supersnel versnellen in je oppak van het IBP normenkader. Daarnaast kan je notities toevoegen, templates bekijken, documenten uploaden en nog veel meer. Ook bieden we in onze tool Security Baselines, waarin we naast de normen van het normenkader concrete tips geven hoe je je omgevingen die vaak in het onderwijs worden gebruikt, zoals Google Workspace, Azure of Parnassus, veilig in kan richten. Dit doen we wederom met concrete punten en informatie over waar je dingen in kan stellen. Zo kan de Edufor tool jou helpen om het normenkader op te pakken. En gaan we samen voor een nog veiliger onderwijs.